Aan de buitenkant zijn er vooral details en wat kleuren veranderd. Maar het is ook vooral een heel Hollands paleis. Echt imposant is het niet. Binnen verandert de zaak. Het paleis is natuurlijk groot, maar het zit hem in de details. Kijk naar deze wand. Dit is het symbool van het koningschap van koning Willem-Alexander. Ja, en dan twee huishonden ernaast. Dat geeft toch ook aan wat hij belangrijk vindt. Verder zie je nog een van de wapenen en de schaatsen waarmee de koning de Elfstedentocht heeft geschaatst. Dit is de Witte Eetzaal in Paleis Huis ten Bosch. Nou, u kent het verhaal. 5 jaar lang renoveren, 65 miljoen euro uitgegeven. En dan is het toch niet gelukt om in deze prachtige zaal met eeuwenoud stukwerk een lampje op te hangen.